waarom kies voor Kameretten? Laten we wel wezen. Als je wil dat dit je werk is en je wilt gezien worden en je wilt opvallen tussen al die andere mensen, dan moet je toch ergens een verschil gaan maken. Je mag als onbekende naam ineens 3 avonden achter elkaar in zo'n supergroot zaal spelen. Wat mij betreft is het een festival met mensen die oprecht geïnteresseerd zijn om jou op gemak te stellen, zodat je ook echt een stap kunt zetten in het oude luxe. Ik zeg oude luxe, laat je horen! Ik ben aanhanger van de Stoa. En de Stoa, de Stoïcijns filosofie van Seneca. En het heeft als motto dat alles draait om beïnvloedbare zaken. En de emotie altijd ondergeschikt is aan de ratio. Dat bleek echt een super slechte openingszin te zijn. As a Limburger, you just want 3 things in your life. No contact with Hollanders. An independent Limburg. And becoming Prins Carnaval. Bij de Galagal flyeren, bij de Mitra flyeren, bij de Plus flyeren. Flyeren, flyeren, flyeren ook, hè? Flyeren. Dat is echt een Limburgse traditie, hè? Flyeren. Zo'n stukje fly door de brievenbus naar binnen duwt. Als mensen op vakantie zijn, tot er dan een boek van de Otto bovenop flikt. Dat laat een indruk achter, ja, zeker. Popman! Nou is het afgelopen met jullie 2. Tot hier, niet verder, opgelopen, roof! En ik denk, 2-1. Schakel eerst de zwakste uit. Dus ik zeg, pap! Nike aan! Waar ik het meeste naar uitkijk tijdens de finalistentournee? Om op alle plekken te staan. Om me overal te kunnen laten zien en hopen mijn eigen publiek op te bouwen. Nou, ik denk gewoon dat je genoeg speelplekken hebt. Niet zelf hoeven te regelen meer. Je hebt ze gewoon. Mooie plekken, theaters. Nu mag je 60 keer spelen. Dat pakt niemand je meer af. Ik weet zeker dat ik nu de juiste keuze heb gemaakt. Ja, het is een gek oude luxe. 3 keer. Bombol. Nice. Remy Evers.